Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag maandag 20 november 2023 en ik zag in ieder geval voorbij komen dat Javier Milei president is geworden in Argentinië en het is nogal een ultra-rechtse nieuwkomer. Hij is ook al gefeliciteerd door meneer T voor de overwinning en dat hij Argentinië maar weer groot mag maken. Dus bijzondere ontwikkelingen. Ik ga natuurlijk ook even in deze video kijken naar het stemmen wat gaat plaatsvinden hier in Nederland op 22 november woensdag. Er zijn natuurlijk ook wat vragen over. Ik weet ook wel dat mensen, gaat het nu door of niet? Nou ja, dat gaan we gewoon zien woensdag. Maar ik ga in ieder geval kijken, als het doorgaat, wat is dan de energie of wat kunnen we een beetje verwachten met die verkiezingen? Dus daar ga ik nu even naar kijken en ik kijk natuurlijk ook even naar de komende week de energie. Dus wat is de energie van stemmen van 22 november hier in Nederland. Stemmen 22 november hier in Nederland. Als het dus doorgaat, wat is dan de energie? Ik moet zeggen, ik ga er wel een klein beetje van uit dat het gewoon doorgaat, maar we wachten het gewoon af. Wat is de energie? We hebben hier de kluizenaar. Interessant. Pentakels 10 als centrale kaart. We hebben zwaarden 9 in het verleden. We hebben de page van pentakels onder de centrale kaart. Koning van zwaarden in de toekomst en de aas van bekers. Dus daar komt wel een nieuw begin uit in de toekomst. Maar ik heb het gevoel, er zullen natuurlijk wel wat verschuivingen zijn, maar ik denk dat het plaatje zoals we het kennen waarschijnlijk wel aardig in stand gehouden gaat worden. Dus de kans is groot dat VVD en dan misschien, hè, ik weet niet waar ze nu weer hun pijlen op richten. Maar meestal zie je eigenlijk in de media al welke kant ze op willen. Ze doen nu alweer een beetje moeilijk over Omtzigt. BBB wordt natuurlijk naar voren geschoven en de PVV natuurlijk ook opeens, omdat dan samen gaan. Er wordt al over gesproken met VVD en PVV. Nou, ik hou het allemaal niet bij, dus het kan ook heel goed dat het nu alweer helemaal omgeslagen is. Ik vind het ook niet zo interessant om eerlijk te zijn. Maar ze gaan waarschijnlijk wat het is, hè, de status quo, zoals die eigenlijk altijd al is. Er zullen wel wat verschuivingen plaatsvinden, maar wat er ongeveer uitkomt zal een beetje hetzelfde zijn van hetzelfde. Dat is mijn gevoel daarbij. Er wordt wel een kans gegeven tot iets, dus er kan nog wat uitkomen wat later komt. Want ik zie hier dus manipulaties en ik zie hier een nieuw begin. De koning van zwaarden voor mij voelt nu aan als gemanipuleerd. De kans is ook groot dat we daar dus meer over naar buiten gaan zien komen. Maar ik denk zeker wel, hè, als het woensdag gewoon doorgaat, voor mijn gevoel, ik zie niet zo snel hoe dat nu nog van de rails afgehaald kan worden, maar dat kan altijd. Maar ik kijk nu even naar als het doorgaat, denk ik dat het weer aardig gemanipuleerd gaat worden, maar dat dat nu op de een of andere manier ook naar buiten gaat komen. En dan hebben we de aas van bekers. Nieuw begin. Andere kijk erop. Dus dat vind ik interessant. We hebben ook de kluizenaar. Dus ook het terugtrekken. Antwoorden zoeken. Naar binnen toe gaan. Van binnen eigenlijk zoeken. Dus als ik dat zie in het licht van het stemmen, denk ik dat een heleboel mensen gewoon hun eigen keuzes daarin maken. Nou, daar heb ik vrijdagochtend ook al een live over gehouden. Dat ging, dat was een pittige live, moet ik eerlijk zeggen. Dus een heleboel mensen, ja, het is interessant. Stemmen wordt vaak nog echt gezien van of je bent, hè, je gaat stemmen of je gaat niet stemmen. En dan kunnen dat echt als kampen tegenover elkaar komen te staan. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Laat iedereen zijn of haar eigen keuze maken. Dat lijkt me eigenlijk de beste richting, want we zijn soevereine mensen. We hebben een vrije wil. Dus het is misschien ook dat dat nu in deze, het stemmen wat eraan komt, dat dat nu meer zal blijken. Mensen gaan hun eigen pad volgen. Het kan dus ook heel goed dat er in één keer, dat misschien bijvoorbeeld andere partijen zoals Forum wel weer wat meer aanloop zal krijgen. Dat het ook nog wel zichtbaar zal zijn. Maar ik heb het gevoel dat het plaatje voornamelijk hetzelfde zal zijn als wat we eigenlijk al kennen. Misschien dat er nu een andere partij even naar voren wordt geschoven, maar die partij zal ook bij het kartel horen. Dus dat maakt uiteindelijk niet uit. Maar er zit daar een kans in. Dus voor mijn gevoel, zeker met die koning van zwaarden en de aas van bekers in de toekomst, zou mij niets verbazen als er meer naar buiten gaat komen over het manipuleren.
over het veranderen van bepaalde stemmen. Dus ik geloof wel dat we nog wat gaan zien, dat daar nog wat anders uitkomt. Zeker met deze kaarten. Dus we gaan het gewoon even kijken hoe het gaat. Kijk, laten we eerlijk zijn, we hopen allemaal dat in één keer er allemaal eerlijke verkiezingen zijn. En dat in één keer dan de echte partijen waar de meeste mensen dan op gaan stemmen, dat die naar voren komen. Ik zie dat niet zo snel 1, 2, 3 gebeuren woensdag. Dat gevoel is het niet, zeker zoals ik al zie met de Pentakels 10. Dat is meestal al wat er al is. Het vasthouden aan het oude. Dus ik denk dat er nog heel veel, dat we een beetje aan het oude gaan vast, dat dat eruit komt. Maar ik denk dat daar ook nog wel wat dingetjes naar buiten komen. Over gemanipuleer, over gedraai, over dingen die niet helemaal kloppen. We hadden de vorige keer al dat er iets meer naar buiten kwam, maar dat heeft niet echt voeten in de aarde gekregen. Maar het kan heel goed dat dat nu dus wel door gaat komen. Dus dat is gewoon even afwachten hoe dat gaat. Maar het kan nog interessant zijn. En dit is wel ieder dat mensen meer hun eigen gang gaan. Dus we kunnen ook even kijken naar de partijen die dan misschien toch weer meer zetels erbij krijgen. Omdat mensen meer hun eigen pad gaan kiezen. Maar uiteindelijk zullen de powers that be, of in ieder geval de poppetjes, nog wel even zorgen dat ze in de juiste positie staan. Het zou mij ook niet verbazen dat het ook zo gedaan wordt om dit dan later weer te gebruiken. Om te laten zien hoe er gemanipuleerd is. Ook om die poppetjes nog even op die plekken te houden. Om mensen ook wakker te maken. Het is natuurlijk een heel, het is een groot schaakspel. Zo zie ik het tenminste. Dat is uiteraard mijn perspectief. Goed, dit is een beetje het gevoel wat ik krijg bij het stemmen 22 november. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik denk dat het nog wel interessant kan worden. Meer wat daarna gaat gebeuren. Ik denk niet dat het een hele spannende uitkomst gaat worden. Maar meer dat er daarna dingen in gang gezet kunnen worden. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat al het gemanipuleer, juist ook met al dat stemmen wereldwijd, aan de kaart wordt gesteld. Niet alleen in Amerika, maar ook in andere landen. En het is wel heel bijzonder dat in Argentinië in één keer een nieuwkomer, die echt, ultra-rechts, hoe dat dan genoemd, maar eigenlijk wil hij gewoon voor zijn eigen land staan. Hij wil ook de centrale bank weg hebben, zag ik iets voorbij komen. Hij wil echt voor het land staan. Het is niet voor niets dat meneer T. hem daarin natuurlijk gefeliciteerd heeft. Er zijn wel ontwikkelingen ook aan de gang, ook in andere landen. Dus we gaan het gewoon even afwachten hoe hier in Nederland. Maar voor mij voelt het nog alsof het nog even doorgeduwd moet worden hier, de agenda. Ook om mensen nog meer wakker te maken wat er gaande is. En ook om daarna te laten zien wat er eigenlijk al die tijd op gebeurd is. Niet alleen natuurlijk wereldwijd, maar dus ook in Nederland met het stemmen. Want het is natuurlijk al heel lang beïnvloed op allerlei manieren en gemanipuleerd. Ik ga ook even kijken naar deze week wat er wat voor energieën er zijn. Wat we kunnen verwachten komende week. We hebben de zon. Oh, kijk eens. We hebben de zon. We hebben een zware 10. En we hebben de Ridder van Bekers. Dat is dus wereldwijd interessant om te zien. Advies is Koning van Bekers, de Hoge Priester en Bekers 2. Wat ik hierbij voel is dat er radicale besluiten gemaakt gaan worden wereldwijd. Dus we gaan steeds meer zien. Ik denk ook dat de energie weer iets beter en voelbaar is. Zeker met de zon is ook vaak een levensvreugde. Kan ook te maken hebben met kinderen. Ik zag vanochtend ook al een artikel dat ik had gedeeld over in Nederland hier. Dat er weer wat mensen opgezocht zijn die hadden met kinderen te maken. En met het verspreiden van bepaalde dingen. Dus het kan ook heel goed dat op het vlak van kinderen wereldwijd weer dingen in gang worden gezet. En ook radicale eindes aan bepaalde dingen komen. Weet je wel, bepaalde ringen die er zijn met betrekking tot kinderen. Dus het kan ook dat dat in gang wordt gezet. Ik denk ook dat we een andere week inzetten. Dat er waarschijnlijk ook de energie wat anders is. De afgelopen tijd was het echt heel heftig. Tenminste, zo vond ik het. Zo ervaarde ik het. Maar er wordt nu een kans aangeboden. Het zal mij niets verbazen als er wereldwijd meer over kinderen naar buiten gaat komen. We weten dat in Amerika is er ook nog steeds de ring en Epstein en dat soort dingen aan de gang. Er gaat ook meer en meer naar buiten komen. Wereldwijd wordt er gelukkig steeds meer opgetreden.
Dus ik denk dat we dat deze komende week ook meer gaan zien. Maar er gebeurt iets ja, radicaal. Er wordt in één keer even een einde aan iets gemaakt. Dat is zwaarde 10. En ik denk dat dat ook nodig is om weer andere energie binnen te krijgen en op een andere manier erin te gaan staan. Dus wereldwijd kan het misschien toch best nog wel wat schokkend zijn. Dat wil niet zeggen hier dan in Nederland, maar misschien in andere delen van de wereld dat er in één keer iets heel radicaals gebeurt. Het is natuurlijk ook interessant nu met die Argentijnse president die dus echt als nieuwkomer in één keer uit het niets kwam. Zoiets dat er iets komt waarbij dat mensen echt denken van wacht, wat is hier aan de hand? Ik zie dat alleen maar als positief dat er nu dingen in beweging gezet worden. Dus dat is eigenlijk voor de komende week. Advies. En dit is wel interessant, want we hebben de koning van bekers. We hebben de hoge priester en bekers 2. Dit gaat om heling. Dit gaat om contact maken met je gevoelens, met je emoties. En in dit geval, omdat dit om advies gaat, interpreteerde ik ook de hoge priester anders. Dat was ook een keer een vraag in de live. Zie jij de hoge priester altijd als manipulatie? Nee, dat ligt ook aan de vraag die ik stel. En natuurlijk waar ik kaarten op leg. Maar in dit geval als advies, wat zijn jouw normen en waarden? Waar sta jij voor? Want daar staat de hoge priester ook voor. Van je eigen pad volgen. Dus niet dat je opkijkt tegen, dat je je normen en waarden ergens anders vandaan haalt, maar dat je jouw eigen normen en waarden volgt. Je emoties, je gevoelens contact maakt, op een volwassen manier daarmee omgaan. Heling. Dus dat wordt echt de nadruk aankomende week. Het helen van stukken. Ik had ook gisteren een heel interessant gesprek met een hele lieve vriendin van mij. En dat ging ook over dat er nu heel veel stukken, we zijn natuurlijk multidimensionaal, spirituele wezens in een meest menselijke ervaring, zo zie ik het. En zo ziet zij het ook. En zij zegt, op dit moment komen ook allerlei oude stukken van vorige levens, toekomstige levens, die komen nu allemaal, die worden weer samengevoegd. Dus je kunt in één keer, ja, ik merk het dus tijdens mijn nachten. Ik heb de afgelopen nachten ook vaak wakker, schrok ik alsof ik dood werd gemaakt. Ja, het klinkt misschien wel drastisch, maar zo voelde het. En dat ik echt even naar de lucht moest happen en nog meer dingen. En misschien herkennen andere mensen dat ook. Dat zijn eigenlijk stukken die weer terugkomen en eigenlijk weer in evenwicht gebracht willen worden. Dus deze week, zeker met bekers 2, kan je dat ook misschien zo ervaren. Het hoeft natuurlijk niet voor iedereen, maar het is gewoon een hele heftige energie. We worden nu echt ook getriggerd op alle mogelijke terreinen, alle stukken in onszelf die we ook onder ogen mogen komen. Ook in zekere zin zou je hier dan de hoge priester ook nog wel als duistere stukken in jezelf, hè? De stukken waarin je bent gemanipuleerd of je hebt laten manipuleren of eigenlijk manipuleer je jezelf daarin. Het is natuurlijk net hoe je het bekijkt, maar het is nu tijd om die stukken te gaan helen en tot ons te nemen en te omarmen. Want dan gaat het om dat we onszelf volledig durven te omarmen en dat we niet meer weglopen voor bepaalde stukken en ook niet meer projecteren naar buiten toe. Of dat we het helemaal in onszelf gaan trekken en ons helemaal afsluiten. Dus op zich een pittige week qua emoties en gevoelens en dat is als advies om daarmee om te gaan. Dat is nu heel belangrijk. Dus misschien ervaar je dat ook. Laat me ook maar even weten in de reacties onder deze video. Of je zelf ook voelt dat er in één keer stukken terugkomen. Want zo voelde het ook. Ik ben een aantal keren voor mijn gevoel 's nachts ook echt dat ik aan het overlijden was. Of dat er iets gebeurde in mijn lichaam. Ik ben een aantal keren flink geschrokken. En gelukkig vannacht heb ik niet geschreeuwd, maar die nacht daarvoor dus wel. Dus ik hoopte niet dat mijn buurvrouw wakker geworden was. Maar ja, dit zijn gewoon hele kleine huisjes, dus er is best wel iets. Je hoort elkaar soms wel, dus dat. Ik hoop dat dat allemaal goed gegaan is. Ik heb er in ieder geval niets over gehoord. Maar goed, gelukkig vannacht viel het in ieder geval hartstikke mee. Maar dat is het proces waarin we in zitten. En we zitten nu gewoon in heftige processen. Zeker als je daar gevoelig voor bent, als je daar bewust mee omgaat, dan merk je dus dat er oude stukken terug kunnen komen. En ook de hele pittige stukken. We zijn niet allemaal lief en aardig geweest in onze vorige levens of volgende levens, maar net hoe je het ziet. Dus dan, er zijn ook stukken dat je denkt, dat ben ik niet. Dus dat is belangrijk om dat ook te omarmen. Dus hier wilde ik het graag bij laten. Dinsdagavond 21 november om 19:30 ga ik weer live. Dus ik hoop jullie dan te zien. En anders hopelijk tot een volgende video. Dag!